Dankjewel. Nou, goedemiddag iedereen. Leuk om hier te zijn. Ik ga het komende half uur mag ik jullie iets vertellen over digitale weerbaarheid, digitaal burgerschap en een initiatief waar wij als Practoraat Digitale Weerbaarheid mee zijn gekomen, namelijk een digitaal moreel kompas. Ik heb de presentatie alvast gedeeld. Heeft iedereen die ook in beeld? Even een check. Ja, dan kunnen we de presentatie zien. Ah, super. Ik zal me eerst verder eventjes voorstellen. Ik ben dus Renze Tjulker en ik ben Practor Digitale Weerbaarheid bij ROC Free Support. Het practoraat heet Digitale Weerbaarheid. En nou ja, daar hou ik me eigenlijk fulltime mee bezig. Van origine ben ik docent ICT. Ik heb altijd veel lessen gegeven aan militairen op verschillende kazernes in het land. En ik ben er op een gegeven moment een specialisatie in gaan opzoeken over cybersecurity. Dus zeg maar echt de technische invalshoek van digitale weerbaarheid. Ik ben ook ethisch hacker. Zo heel af en toe vind ik het ook wel leuk om de stoute schoenen nog eens aan te trekken. En bijvoorbeeld in samenwerking ook met studenten te bekijken of we ook malafide websites kunnen opsporen. Of kwetsbare websites kunnen opsporen. Dus dat vind ik zo af en toe ook nog wel leuk om te doen. Ik ben ook nog bestuurslid van Stichting Cybersafety Noord-Nederland. Dat is een stichting die in Noord-Nederland, dus lees Friesland, Groningen en Drenthe, allemaal activiteiten initieert op het gebied van digitale weerbaarheid. En ik ben ook, net zoals Maarten, lid van de werkgroep Digitaal Burgerschap. En dat is een landelijke werkgroep waar we ook met elkaar praten over digitaal burgerschap. En ja, ik zie digitale weerbaarheid ook echt wel als een heel belangrijk onderdeel van digitaal burgerschap. Digitaal burgerschap is natuurlijk nog wel ietsje breder dan digitale weerbaarheid. En daarbij heb ik dan echt een focus op digitale weerbaarheid. Nou, eerst even heel kort van wat doet ons practoraat eigenlijk? Nou, we doen onderzoek en we innoveren in het thema digitale weerbaarheid. En dat vliegen we zeg maar vanuit een technisch perspectief aan. Daarvoor zetten we studenten en docenten ICT in. Maar we gaan ook op zoek naar dat menselijk perspectief. En dan heb je het meer over gedrag. En dat doen we ook met een aantal docentonderzoekers. En die hebben we ondergebracht in een kenniskring digitale weerbaarheid. En die kenniskring doet dus onderzoek naar de behoefte aan digitale weerbaarheid in de maatschappij. En ja, daar kom ik jullie vandaag wat meer over vertellen. En voordat ik zeg maar de diepte inga over digitale weerbaarheid, vind ik het eerst altijd wel goed om iets te vertellen over hoe mens en techniek zich eigenlijk tot elkaar verhouden. En dat doe ik vaak aan de hand van een techniekfilosoof. Misschien hebben jullie de naam wel eens gehoord, Bernhard Stiegler. Dat is een hele bekende techniekfilosoof. En wat Bernhard Stiegler eigenlijk zegt, is dat de mens een technisch wezen is. En dat is vaak bij workshops of ook in lessen met studenten, vind ik het wel goed om dat eventjes te positioneren. En wat Stiegler dan vaak doet, is dat hij verwijst naar de Griekse mythologie. En in de Griekse mythologie had je Prometheus en Epimetheus. En dat waren twee broers van elkaar. En Epimetheus die had in de Griekse mythologie de opdracht gekregen van de oppergod Zeus om bepaalde eigenschappen en vaardigheden aan wezens op de aarde toe te bedelen. Nou, dat heeft Epimetheus goed gedaan. Zo heeft hij vogels bijvoorbeeld vleugels gegeven. Een leeuw die kan heel hard rennen en die heeft scherpe tanden. Een vis die heeft schubben en is daarmee beschermd. Maar wat Epimetheus niet zo goed heeft gedaan, is naar de mens kijken. En de mens is er nogal bekijkt van afgekomen. En Bernhard Stiegler die zegt ook dat de mens eigenlijk vanaf de geboorte gewoon kwetsbaar en zwak is. Dus wat heeft Prometheus toen op een gegeven moment gedaan? De broer van Epimetheus, die heeft het vuur van de Olympische goden gestolen en heeft dat aan de mens gegeven. En dat vuur dat heeft sindsdien symbool gestaan voor de techniek. Want toen een mens het vuur had, had de mens de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen, maar wel samen met de techniek. En dus met vuur konden mensen speren maken, helmen maken, op een gegeven moment ook dingen op geschrift zetten en noem maar op. Dus dat vuur of die techniek die is heel erg belangrijk geweest in de ja, eigenlijk de evolutie en de ontwikkeling van de mens. En Bernhard Stiegler die typeert het wel heel mooi altijd in de zin van de mens is een technisch wezen. Dus in feite hebben wij techniek echt nodig om mens te kunnen zijn. Zo stellig zet hij dat neer.
Dus techniek is gewoon een wezenlijk onderdeel van het mens zijn. Wat Bernard Stiegler daarbij ook aangeeft, en dat vind ik ook altijd wel een hele aardige, en daarbij gebruikt hij een term uit de medische wetenschap, dat is dat techniek ook kan worden gezien als een farmacon. En een farmacon is iets wat kan dienen als een medicijn, maar ook kan dienen als een gif. En het is goed om ook op die manier naar digitale techniek te kijken, digitale technologie te kijken, omdat een overvloed, denk maar bijvoorbeeld aan het smartphonegebruik bij jongeren, natuurlijk op een gegeven moment een gif kan worden. Maar als je dat beheersmatig doet en daar ook matigheid in kent, dan kan het je leven verder verrijken. Dus het begrip farmacon vind ik in deze ook altijd wel een hele mooie. Digitaal moreel kompas. De afgelopen maanden zijn we binnen het Practoraat Digitale Weerbaarheid bezig geweest om een digitaal moreel kompas vorm te geven. En de doelstelling die hebben we ernaast gezet. En dat is namelijk dat we jongeren op een veilige, kritische en gezonde manier alle kansen en mogelijkheden van digitalisering willen laten benutten. Maar hoe doe je dat nou eigenlijk? Nou, binnen het mbo, maar ook binnen het VO en eigenlijk in alle onderwijssectoren zien we wel dat er heel veel initiatieven zijn om leermiddelen te ontwikkelen die met digitale weerbaarheid te maken hebben. Maar wat wij daar een klein beetje in missen is samenhang. Veel is gefocust op digitale veiligheid. Denk maar bijvoorbeeld aan het veilig omgaan met wachtwoorden, het herkennen van phishingberichten en dergelijke. Maar wat ons betreft is dat niet voldoende om als digitaal weerbare burger alle kansen en mogelijkheden van digitalisering te kunnen benutten. We zouden jongeren ook kennis en vaardigheden moeten geven over digitale soevereiniteit en digitale gezondheid. Wat ons betreft zijn die dimensies net zo belangrijk als digitale veiligheid. Nou, die verschillende dimensies die ga ik dadelijk nog verder met jullie uitdiepen. Wat goed is om te benoemen bij dit digitaal moreel kompas is dat het twee dimensies kent. De eerste dimensie is een didactische dimensie. Dat gaat dus over het opdoen van kennis en vaardigheden op het gebied van digitale veiligheid, op het gebied van digitale gezondheid en op het gebied van digitale soevereiniteit. Wij vinden eigenlijk, en dat lees je ook wel in de literatuur, dat daar gewoon ook kennis en vaardigheden voor nodig zijn. Gewoon heel plat en instrumenteel. Maar wat daarnaast heel belangrijk is, en Peter Paul Verbeek van de Universiteit van Twente, die heeft daar een mooie aanzet toe gegeven, is om met elkaar in dialoog te komen over de wijze waarop we met elkaar willen samenleven in een digitale wereld. En dat is een dialoog op basis van waarden. Nou, jullie zien ook het kompas in beeld staan. Het wijzertje, daar hebben we ook het woord waarden in gezet, omdat dat wat ons betreft gewoon ook een heel belangrijk onderdeel daarvan is. En op basis daarvan willen we dus graag ook met jongeren in gesprek komen over omgangsvormen in bijvoorbeeld WhatsApp-groepen. Hoe letten we op elkaar? Hoe zorgen we voor elkaar? Wat doe je wel? Wat doe je niet? Ja, dat heeft natuurlijk met waarden te maken. En dat kunnen dan eigen waarden zijn. Maar dat kan ook een dialoog zijn over publieke waarden. Nou, die twee elementen die hebben we dus samengevoegd in een digitaal moreel kompas. Met een didactische dimensie, kennis en vaardigheden. En die pedagogische dimensie, die stimuleert dus echt het dialoog op basis van waarden over de wijze waarop we willen samenleven in een digitale wereld. De eerste dimensie is dan digitale veiligheid. Hè? En dat gaat vooral over instrumentele vaardigheden. Zoals het kunnen omgaan met wachtwoorden. We hebben recent ook binnen ons practoraat weer een onderzoek gedaan onder studenten van ROC Friese Poort. En daaruit blijkt gewoon ook weer dat de helft van de studenten een wachtwoord wel eens deelt met een vriend of een vriendin. Gaat heel gemakkelijk. Hè? Denk bijvoorbeeld maar aan een Netflix-account. Waar je met meerdere huishoudens van gebruik van kunt maken. Dus even het wachtwoord delen en je kunt de kosten besparen. Maar als een student hetzelfde wachtwoord ook gebruikt voor bijvoorbeeld social media accounts. En er komt onmin in een groep. Dan is het ook natuurlijk ook maar een hele kleine stap om eventjes het Instagram account in te breken. Of het Facebook account of wat dan ook. Ja, en dan kom je vaak in hele nare situaties terecht. Dus ik vind het belangrijk dat jongeren ook leren om veilig om te gaan met de wachtwoorden. En dat ze daar
nou ja, ook kunnen overzien wat mogelijke gevolgen zijn op het moment dat ze dat niet doen. Nou, daarnaast gaat het ook over het maken van backups, het uitvoeren van updates, het herkennen van phishingberichten. En het heeft ook te maken met dat een student, hè, dat jongeren ook de verschillende vormen van digitale criminaliteit kennen. En weten voorkomen dat hij of zij daar slachtoffer van wordt. Nou, als je dan kijkt naar aanwezige leermiddelen, dan is er op het gebied van digitale veiligheid al best veel ontwikkeld. Eentje daarvan is de webapp Cyber Aware. Daar hebben we als Practoraat Digitale Weerbaarheid zelf ook aan bijgedragen, samen met het lectoraat Cyber Safety van NL Stenden. En ook Stichting Praktijk Leren, Defensie en TNO zijn daarbij betrokken geweest. En dat is een webapp die dus echt ingaat op het veilig omgaan met wachtwoorden. Ook het gebruik van wachtwoordkluizen. Echt dat hele instrumentele. Dus mocht je daar iets met studenten iets in willen doen, dan is dit gewoon wel een mooie tip. Ik heb de link ook eventjes in de presentatie gezet. Een andere die ik ook altijd heel aardig vind. En die zoomt meer in op digitale criminaliteit. En in mindere mate op bijvoorbeeld het veilig omgaan met wachtwoorden. Dat is een Cyber24-koffer van het CCV. En het CCV is het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Dus een koffer die kost ongeveer €2000. Dus dat is wel een aardige investering, moet ik zeggen. Maar het is wel een hele mooie werkvorm om ook met jongeren, zeg maar, in een soort van spelvorm te raken, waarbij ze, ja, bewust worden van allerlei verschillende vormen van digitale criminaliteit. En daarbij gaat het ook om bijvoorbeeld geldezels, om WhatsApp hulpvraagfraude, om Microsoft scam en noem maar op. Dus dit is ook wel een tip. Het is wel een investering, maar ja, wellicht dat je binnen een organisatie met teams kunt afspreken dat je de koffer bijvoorbeeld ook aan elkaar uitleent. Dat helpt dan alweer. Ja, dit vind ik ook wel een hele mooie. Dit is PlayFramed. Dat is een initiatief van de politie. En wat de politie heel sterk ziet, is dat veel vormen van digitale criminaliteit voortkomen uit kattenkwaad. En jongeren die zoeken natuurlijk grenzen op. Politie ziet ook dat jongeren, vooral op het voortgezet onderwijs, ook wel eens proberen om in te breken op het docentennetwerk bijvoorbeeld van een school. Tot het proberen van cijfers aanpassen en dergelijke. En dit is een gratis spel van de politie. Het is echt fenomenaal hoe het gemaakt is. Echt, ik wist niet dat het technisch mogelijk was. Maar dit helpt jongeren, zeg maar, om bewust te worden van dat zaken die voelen als digitaal kattenkwaad vaak gewoon ook echt strafbare feiten zijn waar ook straffen op staan. Om jongeren daarvan bewust te maken. Dat zijn eigenlijk een aantal leermiddelen die er al zijn gemaakt op het gebied van digitale veiligheid. Als je dan kijkt naar digitale soevereiniteit. Ja, soevereiniteit is vaak een beetje een moeilijk begrip om uit te leggen. Het wordt ook wel eens vertaald in privacy, maar privacy is wat nauwer nog dan soevereiniteit. En soevereiniteit is zeg maar datgene dat online jouw zelfbeschikking kan aantasten. En daarbij heb je het bijvoorbeeld over misinformatie, over desinformatie, maar ook over complottheorieën. Maar ook over je filterbubbel, algoritmen, microtargeting hebben natuurlijk een bepaalde impact op dagelijkse keuzes die je maakt in je leven. En vanuit het practoraat vinden we het belangrijk, en ook vanuit de werkgroep Digitaal Burgerschap, dat daar gewoon veel aandacht voor is, bijvoorbeeld in de burgerschapslessen. En ook hiervoor zijn een aantal leermiddelen ontwikkeld. En dan is de Data Detox Kit altijd wel een hele mooie tip, vind ik zelf. Die is ontwikkeld door Technical Tech. Dat is een bedrijf in Duitsland. Die is vertaald door de Nederlandse bibliotheken. En de Data Detox Kit is te vinden op data-detox.nl. Echt een heel handzaam leermiddel bestaande uit 4 kaarten. Die gaan over desinformatie, over digitale gezondheid, veiligheid. En dan is er nog een 4e, maar die ben ik eventjes kwijt. Maar ik zou zeggen, kijk maar eens op de site. Het is echt een heel aardig leermiddel. Nou ja, en ik verwijs altijd naar jullie eigen website, hè, als Practoraat Media Wijsheid. Want ik vind ook dat jullie zelf een fantastisch portaal hebben met heel veel leermiddelen. Dus dat laat ik ook in veel presentaties altijd terugkomen.
Als je dan kijkt naar de derde bouwsteen, dat gaat dus over digitale gezondheid, dan zie je echt, is onze mening dat daar veel te weinig aandacht voor is. En een van de elementen die daarin zit, is dat we jongeren ook helpen om meer sturing te kunnen geven aan de digitale informatieprikkel die op hun afkomt. En schermtijden van 6 uur of 7 uur per dag, die zijn echt niet meer vreemd. Dus dat is bijna standaard bij jongeren. Ja, en dat hoeft op zich niet zo'n probleem te zijn, mits ze maar wel gewoon een gezonde relatie hebben met hun smartphone. En dat ze voor zichzelf gewoon ook mechanismen hebben ingebouwd, waardoor ze gewoon wel vitaal blijven, nog goed slapen en ook nog goede contacten hebben in het werkelijke leven. Nou, een goede fysieke houding in het gebruik van digitale middelen is daar wat ons betreft belangrijk in. Maar digitalisering heeft ook in positieve zin, maar ook in negatieve zin gevolgen op het milieu, dus de ecologische voetafdruk. En ook dat is goed om daar aandacht aan te besteden. Denk bijvoorbeeld maar aan cryptocurrencies. Ook daar kun je tegenwoordig groene keuzes in maken. Ja, we staan er vaak niet bij stil. We gebruiken gewoon digitalisering. We nemen bepaalde diensten met elkaar af. Maar soms is het ook gewoon goed om even verder te kijken en te kijken wat de impact is op het milieu. En ik las laatst ergens een stuk en dat typeert die impact wel mooi. Is dat alle datacenters van Google bij elkaar, dat die evenveel stroom verbruiken als Duitsland, gewoon het hele land met alle industrieën, alle inwoners en noem maar op. Dus ja, ook ik probeer op die manier datacenters te bewegen om gewoon groene keuzes te maken. Nou, en sociale veiligheid in het digitale domein is natuurlijk een hele belangrijke. Cyberpesten komt ook steeds meer voor. En dat is ook wel informatie die we krijgen van onder andere de politie in de vorm van aangiftes en dergelijke. Veel ontstaat gewoon bij kattenkwaad, jongeren die grenzen opzoeken. Niet altijd overzien wat de gevolgen zijn op het werkelijke leven van anderen. Met dat digitaal moreel kompas en met name met die pedagogische dimensie, het gesprek op basis van waarden, hopen we daar ook een bijdrage in te kunnen leveren. Nou, als je het dan hebt over leermiddelen, nou, die zijn er nog maar heel beperkt. Dus daar willen we ook wel graag een slag in slaan. Misschien kunnen we dat ook wel samen met jullie in optrekken. Dat zou ik ook wel een hele mooie verkenning waard vinden. April op Stil is een activiteit die wij vanuit Friese Poort organiseren. En dat is een activiteit waarbij we jongeren prikkelen om 2 weken zonder smartphone door het leven te gaan. Dat roept altijd heel veel op, heel veel onrust, maar achteraf ook wel heel veel positieve berichten. Ouders die ons bellen en die zeggen van, goh, we hebben ons kind weer teruggekregen. Maar soms dan hebben we ook jongeren die zeggen van, ik reguleer dat smartphone gebruik wel, maar eigenlijk zouden mijn ouders mee moeten doen. Dus dat is ook wel wat wij terugkrijgen. Dus dat is zeg maar het stuk digitale gezondheid. En dat zit wat ons betreft dus echt in die didactische dimensie, waarvan wij vinden dat, nou ja, dat het goed is om daar structureel in het onderwijs aandacht aan te besteden. Ik heb de chat niet in beeld. Zijn daar wellicht vragen over voordat ik overga naar de pedagogische dimensie? Opmerkingen of suggesties en ideeën zijn ook welkom. Ja, leuke opmerkingen. Alette gaf aan bij, ik dacht dat over digitale veiligheid, deelt zij ook nog een cyber agent. Ik weet niet of heb je daar al van gehoord? Dat is blijkbaar ook voor basisschoolkinderen die spelenderwijs kennis opdoen, ook met digitale veiligheid. Oh ja, mooi. Aanvulling op alle mooie leermiddelen die je met ons gedeeld hebt. En ook Maarten geeft aan dat er ook een initiatief is, even kijken, om minder mail te sturen om het milieu te sparen. Oh, dat is wel interessant. Kun je daar iets over vertellen, Maarten? Kort iets van dat initiatief? Nou, ik zag het langskomen. Ik vermoed ergens op LinkedIn of zoiets. Maar daar werd wel uitgelegd dat het best wel impact heeft, de mail die wij sturen. Omdat we iedereen in de cc zetten. En als je dat dus niet doet, dat het heel veel serverruimte scheelt. En er was iemand die dat had uitgerekend, dat dat blijkbaar dus best impact heeft. Wow. Ik vond het opvallend, ik had er nooit bij stilgestaan. Nee. Oh, die vind ik ook wel heel interessant in relatie tot digitale gezondheid en de impact op het milieu. Ja, precies.
Daar reageerde ik hem op. En, ja, en toen je zei van studenten die gaven aan bij April op Stil van mijn ouders zouden ook mee moeten doen. Ik heb zelf meegedaan met April op Stil. En ik vond de eerste dagen lastig. En dat is echt een beetje een understatement. Omdat je echt merkt hoe vreselijk afhankelijk je ook bent van je smartphone. Bijvoorbeeld de communicatie van de school van mijn kinderen, die gaat via een app. Dus als de juffrouw ziek is, dan krijg ik dat via een app binnen. En als je dus geen smartphone hebt, sta je voor school en dan is er geen les. Om maar één ding te noemen. Maar toen reageerde ik van mijn vrouw die zou eigenlijk mee moeten doen. Want wat er ook gebeurde is dat ik dus op een gegeven moment na een week zeg maar een enorme rust kon ervaren. Dat ik los was van mijn smartphone. Maar ik ging me erger aan mijn vrouw die de hele dag op de smartphone zat. Ja. Dat was wel een nare bijvangst was dat. Ja, precies. Wel leuk dat je het ook hebt ervaren dat je mee hebt gedaan, Maarten. Leuk. Ja, en ik ga in de meivakantie een weekje weg. En dat heb ik ook al in een filmpje geschreven. Dan gaat de smartphone, die gaat zeker niet mee. Maar die gekke Nokia wel. Ja. Ja, we hebben helaas maar een half uurtje, maar ook dit is een onderwerp waar we natuurlijk heel lang met elkaar over kunnen praten. En het is ook heel interessant om zo'n project met elkaar te doen met studenten en om dan ook bij studenten op te halen hoe zij zo'n periode beleven. We hebben studenten die schilderijen maken, die gedichten schrijven, die hele mooie brieven schrijven, gewoon ook om te uiten zeg maar hoe zij zo'n periode hebben ervaren. Dat inspireert ook alweer anderen om ook aan te sluiten bij die bewegingen. Maar dank voor je aanvullingen, Maarten. Ja. Dan ga ik met jullie goed vinden door naar de pedagogische dimensie. En dus we hebben zojuist, zeg maar, heb ik laten zien wat ons betreft belangrijk is om gewoon structureel aan te bieden in lessen. In bijvoorbeeld burgerschapsonderwijs, maar het zou ook een keuze delen kunnen of zelfs in het vakonderwijs op scholen. He, van bepaalde dingen heb je gewoon bepaalde kennis en vaardigheden nodig. Maar daarnaast mag die pedagogische dimensie absoluut niet ontbreken. En die pedagogische dimensie die gaat dus echt over een dialoog. En in die dialoog staat dan centraal de vraag, de wijze waarop wij met elkaar willen samenleven in een digitale wereld. En Peter-Paul Verbeek van de Universiteit van Twente, bekende techniekfilosoof, die heeft daar een hele mooie begeleidingsethiek voor ontwikkeld. En ik vind de naam ook al mooi. Hij noemt het bewust een begeleidingsethiek en niet een traditionele vorm van ethiek. Want we zijn met elkaar gewend om een ethiek te gebruiken die vaak beoordelend is. Hè? Van is iets goed of iets fout? Willen we iets wel of willen we iets niet? En de begeleidingsethiek van Peter-Paul Verbeek, die kijkt veel meer naar de hoe-vraag. Dus wat voor casus hebben we met elkaar te pakken, of wat voor dilemma? Nou, welke waarden spelen er binnen dat dilemma? Welke actoren zijn er aanwezig? En wat zijn de mogelijke effecten van bijvoorbeeld een techniek of van een bepaalde omgang op de verschillende actoren? Dat wordt middels deze begeleidingsethiek in kaart gebracht. En vervolgens dan kom je in fase 3 van deze begeleidingsethiek en dan ga je naar handelingsopties. En daarin onderscheidt hij handelingsopties in de techniek, hè, dus dat je de techniek kunt aanpassen. Een handelingsoptie in de omgeving, dus dat is de juridische omgeving, dat is de fysieke omgeving, maar dat kan ook de sociale omgeving zijn. Hè, dus dat je gewoon met mensen zeg maar onderling afspraken maakt. En dat is een handelingsoptie in het gebruik. En daarbij denkt Peter-Paul Verbeek met name aan bijvoorbeeld bewustwordingscampagnes over omgangsvormen in WhatsApp-groepen. Of bijvoorbeeld een bewustwordingscampagne rondom phishing. En daar zit natuurlijk ook een bepaalde techniek achter. En dat we mensen daar bewust van maken. En we denken dat dit een hele mooie manier is om met die jongeren in dialoog te komen. Bijvoorbeeld, ja, als je iemand hebt, en dat is een van de praktijkvoorbeelden die we ook hebben opgehaald, is een student van ons, een jongen van 17 jaar oud, Niels, die altijd een groot sociaal netwerk had en door corona zeg maar ook thuis is komen te zitten, net zoals heel veel andere mensen. Vriendschap is wel een hele belangrijke waarde voor hem. Dus toen hebben ze in die vriendengroep met elkaar afgesproken dat ze via het social media platform Discord contact met elkaar onderhouden.
Nou, dat ging eerst heel goed, maar op een gegeven moment merkte de moeder van Niels dat Niels zich steeds meer terugtrok en steeds stiller werd en zo. En de vrienden van Niels in die Discord-groep, die merkten dat ook. Maar wat bleek nou, en ik ga er nu even versneld doorheen, maar wat bleek nou, vrienden van Niels, die plaatsen steeds meer intimiderende content in Discord-groep. En Niels vond het heel lastig om daarmee om te gaan, want hij vond de waarde vriendschap vond hij heel belangrijk, maar ook de waarde respect vond hij gewoon ook wel een hele belangrijke. Hij kwam dus echt in de knel met die verschillende waarden. Nou, dat heeft hij op een gegeven moment met zijn moeder besproken. Dus dan zit je al in fase 2 van deze begeleidingsethiek. En toen hebben ze ook gekeken naar verschillende handelingsopties. En toen hebben ze gekozen voor een handelingsoptie in de omgeving. En dan zeg maar de sociale omgeving. En de moeder van Niels die heeft op een gegeven moment met de andere moeders van de vrienden van Niels bespreekbaar gemaakt wat er met Niels gebeurde. Goed gesprek gehad. Nou ja, en wat blijkt, zoals zo vaak blijkt, is dat andere jongeren onvoldoende hadden stilgestaan bij wat de impact kan zijn van digitaal handelen, dus van die berichten in die Discord-groep op Niels zelf, zeg maar. Ja, dus de ouders die hebben een gesprek met elkaar gehad. Maar hebben Niels ook opgeroepen om dit bespreekbaar te maken via Discord in de vriendengroep. Toen hebben ze dus ook gesproken met elkaar over hun vriendschap, dus de waarde vriendschap, maar ook over privacy en over respect en dergelijke. Ja, en daar is toen uit naar voren gekomen dat de vrienden eigenlijk ook zoiets hadden van we waren ons hier niet van bewust. Laten we gewoon weer op een goede manier met elkaar omgaan in deze Discord groep. Dat heeft toen een hele positieve draai gekregen. En dat is, vind ik altijd wel een mooi voorbeeld, zeg maar, van hoe zo'n begeleidingsethiek en het gesprek op basis van waarden kan bijdragen aan de kwaliteit, zeg maar, van de omgang die we digitaal met elkaar hebben. Dit beschrijven wij in een publicatie. Die gaan we komende vrijdag uitbrengen. Het Digitaal Moreel Kompas. En dat draagt hopelijk ook bij in het onderwijs om gewoon meer aandacht te besteden aan digitale weerbaarheid, maar vooral ook het gesprek met jongeren over de wijze waarop zij met elkaar en ook met ons en met techniek willen samenleven in een digitale wereld. En dat is de presentatie die ik voor jullie had voorbereid. En ben ik wel benieuwd of jullie vragen hebben. Dankjewel voor je presentatie. Dat was erg interessant en mooi om te horen hoe je het kompas uitlegt en met die verschillende onderdelen en te zien waar dan echt nog aandacht aan moet komen. En zeker het stukje gezondheid. Ik ben heel erg benieuwd of er nog vragen zijn vanuit jullie voor Renze. Ik zag dat Outre ook nog gedeeld heeft. Even kijken, een alternatief voor Google Plant bomen met jouw zoekbewegingen. Interessant, ga ik straks even naar kijken. Wat houdt dat precies in, Outre? Nou, als je nu Google gebruikt om naar iets te zoeken, dan gaat alles naar Google. En bij Ecosia dan gaat het, dan wordt het geïnvesteerd in het planten van bomen op plekken in de wereld waar die heel erg nodig zijn. Ja. Dus volgens mij per 25 zoekbewegingen die je doet, dan plant je dus ergens een boom. Oh, wat mooi. Ja, mooi initiatief. Mooi. Ik zie dat er nog een paar minuten aan voordat we naar de hoofdvergadering gaan. Is er nog een vraag vanuit anderen? Of misschien in de tekenweek ook iets om te delen? Ja, ik heb wel een vraag aan Rens. Hebben jullie ook een soort leerlijn of iets hoe je de digitale kompas kunt integreren als geheel? Bij SLB bijvoorbeeld? Of zit dat er aan te komen of zoiets? Ja, dat zit er aan te komen. Het staat komende vrijdag in de publicatie. En wat wij dus eigenlijk zeggen is dat je eigenlijk voor die didactische dimensie gewoon een structurele plek zou moeten vinden in het onderwijs. Dat kan in het burgerschapsonderwijs, maar gewoon ook in het vakonderwijs. En dat mooi zou zijn, zeg maar, dat je dat dialoog dat je met jongeren voert over omgang een plek geeft echt in het vakonderwijs. Want we hebben nu heel erg ingezoomd op zeg maar omgangsvormen, maar het is ook een dialoog die je kunt voeren over de impact van technologie.
op het leven van anderen, zeg maar. En vooral bij opleidingen waar technieken worden gemaakt, is het goed om ook die begeleidingsethiek erbij te gebruiken. Om met elkaar te verkennen van, goh, wat zijn nou de ethische voorwaarden, hè, die we stellen op basis van onze eigen waarden aan die techniek. En dat is iets wat je, en Peter Paul Verbeek schrijft er ook veel over, op dit moment nog te weinig ziet. En nou ja, komende vrijdag dan brengen we dus de publicatie uit en dan geven we daar een aantal tips voor. Maar het is nog een redelijk nieuw gebied, zeg maar, digitale weerbaarheid, ook digitaal burgerschap. Scholen gaan daar vaak heel erg verschillend mee om. Dus we hebben dat redelijk algemeen beschreven. Maar wat misschien wel interessant is, ja, Maarten, jij kent het ook, dat is de publicatie Digitaal Burgerschap. Daar worden ook een aantal hele mooie best practices beschreven van scholen die al bezig zijn met digitaal burgerschap en ook onderwerpen als digitale weerbaarheid. Is er een, waar kunnen we de publicatie vrijdag eventueel terugzien? Of is er een website? Ja, op www.versterkjedigitaleweerbaarheid.nl. Oké, gaaf. Ook wel mooi om binnen ons proctoraat te delen. Ja, super. Dankjewel, Renze. Is er nog een andere vraag of input vanuit jullie? Anders stel ik voor dat we teruggaan. En dan zou ik graag Renze ook willen uitnodigen om mee te gaan naar de hoofdvergadering, waar we nog even gaan nabespreken. Maar in ieder geval heel erg bedankt voor deze mooie presentatie. We lopen in ieder geval weg met nieuwe ideeën voor onze studenten. Dus dankjewel daarvoor. En ik zie jullie. Was er nog een vraag? Ik dacht niet, er kon in ieder geval niks binnen. Dan gaan we gewoon terug naar de hoofdvergadering. Tot zo. Dankjewel. Tot zo.